Meneer Velderman, directeur FC Twente, hoe kijkt u terug op deze rechtszaak? Nou, ik had hier natuurlijk liever niet willen zijn. Ik vond dat de rechter het uiterst zorgvuldig deed. En nou moeten we kijken hoe dit verder uitspeelt. Het is nog niet duidelijk, maar aanstaande vrijdag gaat de rechter uitspraak doen. Ja, ik denk dat FC Twente er ook alles aan gelegen is dat er een goede oplossing komt. En dat er toch ook weer een onderkomen is voor de supporters. De fanatieke aanhang die altijd maar de club blijft steunen. Zeker, zeker. Vak P is heel belangrijk voor ons. Maar zoals bekend willen wij ook een veilig en schoon stadion. Dus op het moment dat onze huisregels worden overtreden, dan moet er gehandhaafd worden. Maar wij zijn in constructief overleg, ook met vak P en andere supportersverenigingen, om naar voren toe, ongeacht de uitspraak, met elkaar afspraken te maken om blijvend op een leuke manier het voetbal te kunnen beleven. Mij viel daarnaast nog op dat de politie toch wel het beeld nuanceerde van dat de georganiseerde misdaad, zeg maar, vak P had overgenomen. Dat werd door de politiechef min of meer toch minder stevig neergezet dan in de bestuurlijke rapportage terug te lezen is. Ja, de politie is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij dit proces aanpakken. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat klinkt heel formeel, maar wat wil u daarmee zeggen dan? Wat ik daarmee wil zeggen is dat het op dit moment geen oordeel heb totdat de rechter een oordeel heeft over wat hier zich allemaal afspeelt en wat het uiteindelijk voor consequenties moet hebben. Hoopt u erop dat het home, zeg maar, zondag toch nog een keer open is? Ik hoop dat wij blijvend naar de toekomst toe een oplossing hebben waarbij vak P onze belangrijke sportersvereniging kan blijven met alle leuke dingen die ze in het stadion doen. Op een goede manier aan alle regelgeving voldoend. En dat ze daarmee blijvend met een oplossing bij ons aan boord blijven. Tot slot, hoe kort voor de wedstrijd bent u nou geïnformeerd dat de politie een inval zou doen? Een wedstrijd kent een proces. Dat proces is dat je een vooroverleg hebt waarin een draaiboek wordt vastgesteld. Daar worden de afspraken operationeel met elkaar gemaakt over hoe dingen gaan. Vervolgens is het 2 uur voor de wedstrijd een overleg voor de aftrap. Om te kijken of daar nog nieuwe dingen bij zijn gekomen. In die beide situaties zijn er geen andere bijzonderheden gemeld dan bijvoorbeeld de auto's van PSV. Gedurende de wedstrijd is er een opschaling geweest. En bij een opschaling, zoals u alle weet, is de politie in charge. U bent dus niet voor de wedstrijd geïnformeerd dat die inval zou komen? Als de politie in charge is, als die dus bepalen wat er gaat gebeuren, dan hebben wij instructies op te volgen. Hoe kan het dan dat er nu een beeld wordt geschetst dat jullie wel op de hoogte waren, meneer Van Hals en u? Wij hebben, vlak voor de inval zijn wij geïnformeerd geweest. Maar nogmaals, bij een opschaling zijn wij, meneer Van Hals en ik, niet degene die daar over gaan. Daar gaat dan de politie over. Ja, maar vlak voor de wedstrijd dus wel geïnformeerd? Ik zeg vlak voor de inval zijn wij geïnformeerd. Dat was zeg maar zo rond de rust? Dat is vlak voor de inval. Dat is volgens mij net na de rust, maar dat... Wat hoopt u nou tot slot, meneer Velderman? Gewoon volle kracht vooruit en op naar een nieuw seizoen? Nou, wij willen ons natuurlijk bezighouden met een prachtig nieuw voetbalseizoen. Met de tribunes helemaal vol met supporters in kluisvak P. Met alle lawaai en mooie dingen die ze allemaal doen. En daar bereiden Jan en ik ons nu helemaal op voor. Dank u wel. Alsjeblieft.